Hallo iedereen, welkom in deze oefening. Deze oefening is een onderdeel van Nederlands op kantoor, zakelijk Nederlands voor anderstaligen. We hebben een invuloefening. We hebben vijf zinnen en we hebben hier veel meer woordjes waar we kunnen uitkiezen. Dus je moet zeker niet elk woord gebruiken en je mag één woord meerdere keren gebruiken. Zo. We gaan even kijken naar de eerste zin. De mm -hmm, heeft een belangrijke vergadering gepland om 10 uur vanmorgen. Welk woordje zou je hier kunnen invullen? Kijk even goed naar de woordjes die in het blauw staan en kies daar het juiste woordje uit. De. Dus het moet een persoon zijn, want iemand kan ook een afdeling zijn in principe. Ja, de, een bepaalde afdeling zou ook kunnen. Maar even kijken, ja. We zouden hier kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld de manager. De manager heeft een belangrijke vergadering gepland om tien uur vanmorgen. De projectleider... Ik weet niet of een projectleider een vergadering plant. Dat denk ik niet, dus laten we het houden op de manager. Dat is het juiste woordje hier. Dan wil ik dat nog even in een kleurtje zetten. Er staat van alles voor mijn scherm. Zo, oké. Okay. De manager heeft een belangrijke vergadering gepland om tien uur vanmorgen. Ja. Zin twee. Om de projectstatus bij te houden... Moeten we regelmatig een. Om de projectstatus bij te houden, moeten we regelmatig een. Hm. Bijwerken. Komt er nog achter. Bijwerken. Hm. Wat kunnen we hier invullen? Kies uit de woordjes in het blauw. Wat, kunnen we, wat moeten we regelmatig bijwerken? Hmm. Ik ga jullie het antwoord geven. Um, om de projectstatus bij te halen, moeten we regelmatig een rapport bijwerken. Hadden jullie dit juist? Of niet? Laat het me weten straks in de comments. Een rapport bijwerken. 3. De heeft besloten om een extra teamlid aan te nemen voor het project. Dus dan kunnen we eigenlijk al gaan denken, wie besluit om extra ja, teamleden, leden is het meer wat van lid, aan te nemen. Dus meer personeel aan te nemen. Hmm. Wie beslist dat? Ja, want die persoon of die afdeling heeft dat besloten. We gaan hier wederom het woordje manager gebruiken. Manager. De manager heeft besloten om een extra teamlid aan te nemen voor het project. Oei, dan kan je hier natuurlijk de woordjes niet meer zien, dus ik ga die eventjes kopiëren. En dan ga ik die hier, we hadden drie, dan ga ik die hier eventjes tussen zetten. Dus dan kunnen we weer zien waar we uit moeten kiezen. Zo, zin 4. Zorg ervoor dat je je op tijd inlevert om vertraging te voorkomen. Twee keer je in de zin, inderdaad. Zorg ervoor dat je, dat jij, en het tweede je is dan, zou je ook kunnen zeggen, is dan jou. Zorg ervoor dat jij jou mm -hmm, op tijd inlevert. Maar het is meer gebruikelijk om gewoon twee keer je te zeggen. In de context zal dat niet zo raar overkomen, maar als losse zin, in, met zo'n invuloefening bijvoorbeeld kan dat een beetje raar overkomen. Jij, jou, je, jou. je Ja, jij, je. Ja, dat kan allemaal. Zo, zorg ervoor dat je, je. Mm -hmm. Dat gaan we hier invullen. We gaan eens even kijken. Um, Tijd om... Oké, okay, we gaan gaan voor document. En we gaan dat in een kleurtje zetten. Zo. So, zorg ervoor dat je je document op tijd inlevert om vertraging te voorkomen. En dan gaan we naar de laatste zin. 5. We moeten de in de conferentieruimte reserveren voor de presentatie. Hmm. Ja, wat ga je daar invullen? We moeten de. Het eerste antwoord is agenda. We moeten de agenda in de conferentieruimte reserveren voor de presentatie. Ja, goed. Vragen, opmerkingen, zet ze in de comments hieronder. Eh, geef mij een duimpje als je de oefening leuk vindt en Laat me weten hoe het ging. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot in de volgende.